In Weert is vrijdagochtend bij het bedrijf Henry van de Bilt een grote brand uitgebroken. U hoort politiewoordvoerder Mariska Jas. We kregen om 7:15 de melding binnen dat er een brand zou zijn aan de metaalweg in Weert. En zoals u achter mij ziet brandt de loods nog hevig. Ja, het is niet alleen de brandweer van Beuningen die is opgeroepen. Er zijn verschillende eenheden naar Weert geroepen. Zoals je ziet is het een grote brand, dus we kunnen alle hulp gebruiken. Wat is op dit moment nou het plan van aanpak? Het plan is om de brand te blussen, maar een prioriteit is ook zeker om de omliggende bedrijven veilig te houden. Is er al iets bekend over de oorzaak van de brand? Nee, over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. Dat zal uit later onderzoek moeten blijken. Nou, is er vanmorgen ook door de politie ingezet op de sirenes die zijn afgegaan? Ja, er zijn onder andere sirenes afgegaan. Verder hebben wij een sms-alert verzonden. Via Twitter zijn mensen op de hoogte gehouden. En er is een informatienummer beschikbaar? Ja, op het moment is er een informatienummer beschikbaar. Het publieksnummer is 024-329-2929. En dat publieksnummer, wie mag daar naartoe bellen? Iedereen in Weert die zich druk maakt en bezorgd is over deze brand. Ja, want hoe zit het met de luchtkwaliteit? Er zijn op 3 punten in Weert metingen gedaan. Op dit moment zijn er nog geen schadelijke stoffen waargenomen. Betekent dat wel dat de bewoners nog steeds worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten? Ja, wij adviseren omwonenden nog steeds om hun ramen en deuren te sluiten en ook hun ventilatieschachten dicht te houden. Ja, de regio is ook voor het verkeer moeilijk bereikbaar op dit moment. Ja, dat klopt. Weert is op verschillende delen afgezet, het ingaande verkeer dan wel. Het is lastig om nu Weert in te komen, dus mensen zullen moeten omrijden. Basisschool De Ruiter in Weert ligt letterlijk onder de rook van de brand in Weert. De directeur was dan ook nogal geschrokken. Ja, dat mag je wel zeggen. Met name natuurlijk de kinderen vanochtend, wat is hier allemaal aan de hand? De collega's precies hetzelfde. En natuurlijk ook de oproep gekregen van om alle kinderen binnen te houden de hele dag. Nou, dat is ook niet zomaar iets. Dus het was tegen 12:00 de kwestie van blijven er 150 kinderen nu ineens over, waar we er normaal maar 25 hebben, of gaan ze toch stiekem nog een beetje naar huis? Nou, dat laatste is het geval, niet stiekem, maar de ouders die hebben gezegd van we nemen onze eigen verantwoordelijkheid, we wonen heel dichtbij, we nemen ze vlug mee naar huis en dan houden ze ook gewoon thuis vanmiddag. Ja, dan het schoolplein. Dat is natuurlijk een hoop. U zit echt dicht onder de rook. We zitten dicht onder de rook en er is het een en ander neergedwarreld op het schoolplein. Dus het verzoek is ook gegaan naar de gemeente om in het weekend het schoolplein in ieder geval schoon te spuiten of schoon te maken. Zodat de kinderen hier maandag gewoon weer veilig kunnen spelen. Ja. Dus maandag is hier gewoon weer les onder normale omstandigheden? Onder normale omstandigheden hebben we gewoon les op maandag. Basisschool De Ruiter in Weert werd ook geëvacueerd. Van de oorspronkelijke 150 kinderen die 's ochtends nog in de school waren, zijn in de loop van de dag er toch nog 130 opgehaald door de ouders. Een groep van 20 kinderen was nog in de school aanwezig en zijn per bus naar sporthal De Tinnegieter in Beuningen vervoerd. Ook 3 kinderen die na het sporten nog in dorpshuis en sporthal De Kloosterhof in Weert verbleven, zijn opgehaald. De school wordt zaterdag helemaal gereinigd. Het gaat dan voornamelijk om schoolplein en het dak. De Milieuongevallendienst van het RIVM heeft ook metingen verricht bij de brand. De zware rookpluim scheerde urenlang laag over de daken in Weert, maar rond 12:00 in de middag werd de rookontwikkeling beduidend minder. De heftige rook is met name veroorzaakt door het vele isolatiemateriaal in de fabriek. De economische schade door de brand is niet onaanzienlijk. Henry van de Bilt ligt midden op een industrieterrein dat urenlang is afgesloten. Dit leverde voor veel bedrijven problemen op. Ook zijn enkele bedrijven die in de rookzone liggen gesloten.